Thank you.
snacken. Ja, Moski koffie. Wat is nog meer, die weet je nog? De eerste Noorse water.
was klaar. Langzaam, easy. Niks eraan. Is wat eraan? Ja, wait a minute. Zit wat eraan? Niks, nothing. Stop this, niks eraan. Zit hij nog aan de pers? Ik kan reverse, slow. Reverse, slow. Slow, reverse. Ja. Go, back to the scene. I have the line. You have the line. Moeten we gewoon over die haak laten glijden. Oh, there it goes. Laat je niet overboord trekken. Thank you.
jongen. Als een straat erin hangen we gewoon. Goed heet zijn, anders wordt het niet bruin. Hè. En je moet altijd een glas bier erbij gebruiken. Op zo lekker weg, zo moet niet zeggen. We gaan er eens eentje in doen.
That's a nice town. About a 50. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vergeet, we zijn hier in het prachtige, door bergen omzoomde fjordengebied in de buurt van Eivenvik. En wij laten u nu zien een demonstratie hoe men een koolvis fileert. Hij laat ons zien dus, onze Noorse gastheer. Yes, yeah. And you tell me in Norwegian and I tell the public how it is in Dutch. Yeah. Okay. Okay. You turn the fish, I think. Eh? You must take your knife. Yes. And pull it in here. Yeah. You say. One moment. Steekt dus het mes midden door van binnenuit naar de rug toe. And you go so. En je gaat dus langs de graad gaat hij naar het staartvlak toe. Then you have this. Yeah. You see? Nou heb je al een heel groot stuk and you filet. Go this. Yes. Natuurlijk moet u voor je vingers oppassen. Zo. Ah, dat is al. Kijk, dit is al de helft van de vis. Yes, en zo. En nou gaan we weer kijken van binnenuit. So. Oh, altijd naar de boom toe. I'm telling they all you always go from inside to the yes, and so in the front. Yes, and now naar de front toe. So. Okay. Dat is de. Kijk u even, dames en heren, dit is nu het resultaat. Prachtige twee filetstukken met een stukje graad. En so daar staat de poes van ons op te wachten. Yes, away. Kijk, alsjeblieft. Voor dus iedereen. Dit krijgt ook voor de poes. And you take this. En nou nemen we dat. En dat nog voor de poes. Schuin naar voren toe. En de vinnen worden zo verwijderd. En voor de kat. Ook voor de kat. En if you go to take out this. Yes. You must take. Hier zit natuurlijk ook bones in, hè, of something. Yes. Nou gaat hij dus de graad verwijderen die aan de bovenzijde van het filetstuk zit. Zo? Ja. Ja, you see the bone, ja. En dan is dit klaar. And how you get the skin off? Yes. Is it easy or not? Yes, you must first take this first, away. Now gaat the... If you not take this away, you don't get the skin. Ja. Alsjeblieft, weer wat voor de poes, voor de kat. And this for the cat. Ja. Nou gaan we verder met het verwijderen van het vel. You should have a tong. Een tong. Oh, you. Oh. Yes. Kijk. Zo krijgen we dus het vel eraf. Zo. Ja, en dat is. Nou, ik vind dit is toch wel een prachtig resultaat, hè? Olga. Now, thank you very much. In name of Dutch Publicum, show me that we got bigger fish too than the small one. Kijk, hier is ook nog eentje die dus ietsjes groter is. Die is toevallig gevangen door onze gewaardeerde medewerker daar. Hier komt hier even in beeld, Freddy. Kijk, gisteravond bij onze vissafari heeft deze jongeman, die nu kleiner lijkt omdat de kop eraf is, maar een prachtig stuk vis is. Ook een mooi applaus voor deze man. Dankjewel. Dat is ook weer voor de kat. Alsjeblieft, kat. We skin this. Ja. En dan we skin it off all of us. Ja. Oh, nou is. Ja. Een different way of skinning. Then take so. Ja. Then you lose more fish. Oh, you lose more fish. So. Op deze manier verspil je eigenlijk veel meer kostelijke vis. En hij prefereert dus ook de eerste methode. Maar om te laten zien dat het nog kan, laat hij dus zien. Hier is nog een beetje graad. Dat wordt ook weggehaald. So. En dan hebben we twee prachtige filet. So. En zo is het eetbaar. Dankjewel. We hebben gezien dat hij eerst met het mes doorsteekt tot aan de rug. Wil u even kijken, Olga? Olga, look here. Is dat ook correct wat I'm doing? And then you go back over the bone backwards. Yes, but you are doing it wrong. You must take the knife so. Oh, you have to... So? A little. Klopt, aanpakken. So.
Not so much. The hand's just a little. Oh, just a little. Let the knife do the work. For if you don't do that, it's too much fish. Oh, too much fish. Going away. You see how it's too much there. Oh, it's too much. That's for the cat, eh? And now you to the front. Small cat. Olga, to the front. Olga, to the front. Yes. Ja, je moet die graad vullen, dan ga je dat zo doen. Much easier to take it. Yes, it's bigger, hè? Ah, je ziet wel, dankzij onze gast hier hebben wij toch iets geleerd al. And the other side, I start from here, hè? Like this, or do I'm a strong or too much? You know, little too much, but you learn. Now you better go further because I spoil our dinner. Huh? So. Ja, yes. 20 minuten zijn we boven, zeg. Oh, kijk, en dat is voor de cat? Is dat voor de cat? Dit is voor Ton. Stan. Dat is goed, je dat is gewoon niet uit. De kat die heeft natuurlijk ook een feestdag vandaag. Voor de cat, too. Ja, je hebt dat skin op. Yes, I think it's better. It's easy. Or it's too much. It's not so easy on this fish. Huh? It's not easy on this fish? No, then leave it on. The skin can go on. We eat it in Holland with skin too. We laten it met het vel eraan. Only this. But you say it's very nice fish. Yeah, very nice fish. Deze wordt in het Noors tosk genoemd. In Nederland zeggen wij kabeljauw. But when you clean the fish at the lake, you always must take away this. As I know. Always. I know, but he didn't know. But he know now. Altijd dus het vel. Als je... The fish is going back much faster if you not take it away. Dan smaakt hij niet zo lekker. Kijk. De kat die weet niet meer waar die verder aan moet. No, when you take it, when you got the fish, take the thing, And then it goes easier. Very now if it's dry, it goes very difficult. Hij zei, als je dat niet direct doet, dan gaat het niet meer zo gemakkelijk. You see, it's very difficult. Haal eens een bord, Freddy, voor de trof te zien. Kijk, mooi. Ik ga er elke zeus wassen. Ja. Zo, voor de cat? Ja, het is too much too much. Too much for 10 cats. You, waar we do it in the ground or something? Zo. Dat is, so you can tell. Ja, you slice it in, he can bring in a plate. Papa, so, oh, nice. Papa. Prachtige filetstukjes. Deze zullen vanavond geconsumeerd worden. En dan moet je waar de vliegen niet in komen, even afwassen. And you have a good dinner. Ja, yeah, very good dinner. We can roast it tonight. Ja, nou op de manier hoe ze op de markt doen, dat lijkt lekker. Lekkere stukjes vis, hè? Zo. But you must not lay this off. You must. Always so. Ja, je moet dat wel nog afwassen. Hè. Want dat is kijk van de kast. En hier nog een stukje. And stukjes. If it's like this? Yes. It actually, yes. But I think the knife is not so very sharp. Oh, the knife is not sharp enough. It's geen scherp mes. Nee. Freddy is scherper, het mes is niet zo scherp. Dat we zelf scherp. Ja.
But no. When you go in the house, you take this and lay it in water. Water. And there is laying a four hours. With salt. No. Without salt. Just sweet water. Oh. Gewoon, heb je and lay four hours and you take, you know, it's always a little blood in the meat. Oh. And that you go. That I didn't know. Now that I you. Know. It's far away if you. Yes. Have it in the sweet water. So. Nou. Dankjewel, Helga. Prima, hè? Nou. Thank you.
he must look at that. That he must look at. And that is it. You must take the young girl. Tell her. I'm very good. Hey. Go down and tell him that. Marianne och Karin. Marianne och Karin. Hallå, alltså så. Säg det. Hallå. Marianne och Karin. Ja, säg det. Ja, det tog jämt i hållet. Jämtna, säg det. Hej, säg det. Och så gör du så. Hej, säg det. Säg det då, Karin. Ja, inte var så dumt. Säg det. Så får du köra film då dig säger hej till det. Säg det då. Hej Marianne och Karin. Och så gör sånt då. Gör sånt. Karin, du har två hjärnsägarna. Det är snälla. Huh? Oh, my God.